toen zijn we gewoon met de auto naar dat huis toe gegaan. En hebben hem gewoon letterlijk uit zijn party getrokken. Mijn favoriete muziekvideo aller tijden is Michael Jackson Thriller. Ik vind gewoon dat ze toen de tijd echt vooruit liepen op clips en echt het als een soort van film zagen. Die clips duurden toen ook echt 8, 9, misschien wel 10 minuten. Nu duren clips 2,5 minuten, dus dat is wel jammer. Maar ja, de gemiddelde kijktijd is een beetje achteruit gegaan vergeleken met vroeger. Dus daarom vind ik het wel echt tof. Voor mij is het wel sowieso OK Shardy. Als je gewoon ook kijkt naar van Paradise naar OK Shardy toe, zie je gewoon dat we echt in een soort van zo stijgende lijn omhoog zijn gegaan. Gewoon de belichting is goed, locaties zijn goed. Alle artiesten waren aanwezig, is ook belangrijk. Dus ja, dus nee, dat is mijn favoriete. Nou, in de studio was ik bijvoorbeeld een keer in Dubai met de designer van Panda. En ik zou met hem in de studio gaan. Maar het was echt moeilijk om hem in de studio te krijgen. En we wisten dat hij een soort van party gaf in zijn huis daar. Dus toen zijn we gewoon met de auto naar dat huis toe gegaan. En hebben hem gewoon letterlijk uit zijn party getrokken. In de auto gezet en naar de studio gegaan en hebben een tune gemaakt. Dan ga ik zeggen Drake en Future, Life is Good. Ben ik gelijk met Drake en Future, ja toch? I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Nou, ik was dus in de studio met Kevin. En Kevin zei, ja, er is zo'n Franse rapper hier in Rotterdam. En hij wil naar de studio komen. Dus ik zei van, ja, is goed. Nou, dat ging dus over Lacrine. Grote, grote legend in Frankrijk. Ik had nog nooit van die man gehoord. Dus hij kwam bij mij in de studio en ik ging muziek dus met hem opnemen, terwijl ik helemaal niet wist wie het was. Hij begon maar te schreeuwen in die microfoon als je zijn tracks hoort. Hij is heel erg, hij schreeuwt echt in zijn tracks. Dus ik keek hem zo aan en ik begon te lachen van, ik denk, wat doet deze? Ik zit hem zo te kijken en ik ben het gelachen. Hij zegt, why are you laughing? Tegen mij, ik zeg, ja, ik moest gewoon lachen omdat je zo aan het schreeuwen bent. Hij zegt, ja, dat is gewoon wat ik altijd doe. Maar pas later ging ik hem dus opzoeken. Zag ik wat hij allemaal had gedaan met French Montana, met Rick Ross, met iedereen. En nu, ja, nu echt super goed met hem. En we spreken elkaar dagelijks. Ik stuur hem nog elke keer beats. Dus, nou, ik zal je één ding vertellen. Ik ben iemand, ik luister juist niet zo heel veel muziek. Ik hou gewoon van jazzmuziek en gewoon rustige muziek. Ik vind Chinese muziek ook leuk. Gewoon met die panfluitjes en zo. Relax muziek. Nou, voor mij was het altijd, ik ben begonnen in de EDM, dus toen ik 15 was tekende ik toen bij Spinning Records. En ja, ik ben dus echt begonnen door Hardwell, Afrojack, Chesto, dat soort mensen natuurlijk. Dat zijn wel mensen waardoor ik echt ben begonnen, terwijl ja, ik maak niet echt per se muziek of zo met hun. Maar het zijn wel echt inspiratiebronnen voor mij geweest, voor waar ik nu ben, ja. Nu zijn het meer, ik vind bijvoorbeeld DJ Snake heel hard en Skrillex, dat soort mensen. Dit jaar, ik ben nu echt even goed aan het kijken wat ik ga releasen. Want ik wil in de zomer wel weer echt een dikke tune releasen. Ik heb er wel een paar liggen, maar ja, nu achter elkaar had ik natuurlijk Einstein Koken eruit gekocht. Ook een Shardy, dus ik wil ook wel weer met een banger komen. En ik wil ook internationaal heel veel dingen gaan doen. Dus nu ben ik bijvoorbeeld met Morad weer echt bezig om met hem een nieuwe track voor mij te maken. Want ik heb een track met hem gedaan, Como Estan. Die is echt zwaar in de top 50 in Spanje gekomen. Die doet het echt super goed. En nu gaan we dus iets voor mij maken. En dan wil ik dan ook een Zuid-Amerikaanse artiest opzetten. Dus ja, ik ga een beetje van alles doen. Nederlands, internationaal. Om heel eerlijk te zijn, in Nederland qua hiphop heb ik wel een beetje met iedereen waarmee ik echt graag wou werken wel mee gewerkt. Dus nu zullen het meer waarschijnlijk andere namen zijn. Ik zat bijvoorbeeld laatst in de studio met Nielson. Dat is voor mij echt een uitstapje. Maar dat vond ik wel heel leuk. Dus waarschijnlijk zou ik meer dan in die kant wat namen opzoeken waar ik niet zo snel naartoe zou grijpen dan andere mensen in de hiphop. Ja, het is toch altijd mooi dat deze vragen altijd terug komen. Maar nee, toen ik vroeger begon, toen begon ik met Tropical House. Dat was die stijl die Kygo toen eigenlijk deed. En daar ben ik ook mede door begonnen. Toen heb ik dat gewoon afgekort, Tropical, Choppy. En toen heb ik daar gewoon Trobi van gemaakt eigenlijk.
nu maak ik ook niet echt meer Tropical House, dus het klopt ook niet meer. Maar ik heb wel altijd die naam gehouden. En later, toen ik in de hiphop kwam, toen hoorde ik van heel veel Surinaamse mensen dat het in het Surinaams probleem betekent. En dat wist ik toen niet. Maar toen zei ik altijd tegen hun van, weet je, ik ben gewoon een probleem op de beats. Dus laten we het gewoon positief, positieve wending geven. In de club met gloednieuwe katja. Ze wil chillen met me op afspraak. Lil mama is een badass bang en ze zak voor de gang. Maar mijn niggas zeggen oké, sorry.